Ik hou echt van pastelkleuren. Dat betekent dat mijn vakantie voorbij is. Chocolade spikken. Oh, ik heb spierpijn van gisteravond. Dit ruikt raar. Hey, superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Vandaag is het zaterdag en het is inmiddels al kort over 2. Maar ik ga even naar het winkelcentrum toe, want daar heb ik zin in. Dus dat ga ik doen. Het is vandaag nog warm. Het is 28 graden of zo. Hierna wordt het weer koeler. Ben ik wel blij mee, want ik hou niet van het warme weer. Maar ik ga nu eventjes mijn tas pakken en dan ga ik naar het winkelcentrum toe. Ik heb net iets superleuks gekocht. Ik was het echt niet van plan om te kopen, maar ik was bij Xenos. En ik zag al deze superleuke keukenspulletjes in het mintgroen. En ik vind mintgroen echt heel erg nice. Ik hou echt van pastelkleuren. En ik heb het nu nog niet nodig, maar wel voor als ik uit huis ga. Nou ja, ik weet nog niet wanneer ik uit huis ga, maar als ik uit huis ga heb ik het nodig. En ik dacht, ik koop het nu vast gewoon, want dan heb ik gewoon alvast deze superleuke spulletjes. Een hele messenset, een snijplank, een knoflookpers, een garde, een ijsnijder en een dun schiller. En ik heb ook dit superleuke dingetje gekocht en hier ging ik eigenlijk voor. Want hier ga ik dan horloges en sieraden instoppen, denk ik. En ik heb ook deze lekkere spekjes gekocht. Chocolade spikken. Ik zag ook dit bij de Action. En dat leek me ook wel handig, dus dat wou ik ook uitproberen. Dus dat is wat ik gekocht heb. En ik ben echt super blij met deze dingetjes. Ik vind ze echt super mooi. En zoals ik al zei, voorlopig ga ik nog niet op kamers. Maar dan heb ik het in ieder geval alvast. Ik ben bezig met editen. En ik heb twee video's... Oh, overbelicht. Ik heb twee video's af en ingepland. En ik ga nu met de derde beginnen. Ik moet deze week vlog, die ik nu dus ga editen, moet ik nog dan die van de vakantie. En dan die van vorige week. Dus ik denk dat ik er nog drie moet. En ik hoop dat ik dat af ga krijgen vandaag. Ik wil het heel graag afkrijgen vandaag. Maar ik denk dat ik het niet af ga krijgen vandaag. Maar ik ga mijn best doen. In ieder geval. Vandaag is het maandag. En het is 2 september. Dat betekent dat mijn vakantie voorbij is. En dat het nieuwe studiejaar vandaag gaat beginnen. De vakantie ging echt zo snel. En ja, ik had het gevoel dat het echt maar 2 weken was, maar dat was het natuurlijk niet. Vandaag heb ik dus mijn eerste college weer van dit studiejaar en het is nog een introductiecollege, dus ik heb geen idee hoeveel we gaan doen. Ik vind het begin van een studiejaar toch altijd wel weer soort van een beetje spannend of zo. Ik ga nu eigenlijk naar mijn 4e jaar. Ik had zeg maar al mijn diploma kunnen hebben, maar ik heb studievertraging en ja, heel veel mensen uit mijn jaar zijn nu dus afgestudeerd. Dus waarschijnlijk ga ik allemaal mensen zien die ik nog nooit gezien heb. Ik ben heel benieuwd en ja, ik laat het jullie wel weer weten als ik thuis ben. Zo, ik ben weer thuis en ik had dus alleen een introductiecollege. Dat duurde nog geen eens een uur volgens mij. Dus ik was eigenlijk best wel snel weer thuis. Het was gewoon een beetje de basic informatie van dat vak. Qua tentamens en opdrachten en colleges waar je wel of niet moet zijn. En groepjes van werkcolleges en presentaties en dat soort dingen. Dus dat heb ik weer gehad voor vandaag. Ik ben nu dus weer thuis. Ik heb geluncht en even gechilled op de bank en het is nu 2:30. Ik ga nu denk ik nog even video's editen. Nu heb ik er nog tijd voor. Morgen ben ik een dag vrij. En ik moet natuurlijk ook al wel gaan beginnen met opdrachten maken. Niet echt opdrachten maken, maar colleges voorbereiden. En dat ga ik denk ik morgen doen. Want als ik vandaag al mijn video's geëdit heb, dan hoef ik dat morgen niet meer te doen. Dus dan heb ik morgen de hele dag om daaraan te werken. Dus dat is mijn plan voor vandaag. En vanavond ga ik een proefles modern doen in Utrecht. En ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat zijn. Oh, ik heb spierpijn van gisteravond van die dansles. Echt niet normaal. Maar vandaag ben ik vrij. En ik ga zo even naar het winkelcentrum. En daarna ga ik werken aan mijn opdracht die ik moet doen. En vanavond ga ik weer dansen. Terwijl ik wel spierpijn heb. Maar maakt niet uit. Ik heb er alsnog wel zin in. Dat was even wat ik nu wilde zeggen. Goed verhaal. Zo, ik ben weer terug en ik heb een paar hele leuke dingen gekocht bij de Action. Als eerste zag ik iets wat best wel handig is. En dat is, als ik het uit die tas krijg, een telefoonhouder voor op je fiets. En aangezien je tegenwoordig je telefoon niet meer vast mag houden als je aan het fietsen bent, leek het me wel handig om zo'n ding te hebben voor als ik mijn telefoon als navigatie gebruik. Want soms weet ik gewoon niet waar ik heen moet. En dan wil ik gewoon Google Maps gebruiken. Maar je mag je telefoon dus niet meer vasthouden tijdens het fietsen. Dus ik dacht, dit is super handig.
Dus dat koop ik voor als ik het een keer nodig heb. Dan zag ik nog iets heel schattigs. En dat zijn deze lampjes. En ik vind ze echt zo cute. Ik kan het hier zeg maar uittesten. Kijk, dan zo cute. Ik vind ze echt heel leuk. Ik moet alleen nog even kijken waar ik ze ga ophangen. Maar ik vind ze heel schattig. En ze zijn gewoon van plastic. Dus het gaat ook niet zo snel kapot. Want ja, ik ben nogal lomp. Dus als ik zoiets laat vallen is het kapot. En dan had ik ook nog deze grote fotolijst. En er zitten 3 posters in. Waaronder deze. En deze vind ik ook wel leuk. Maar ik weet niet of je het zo echt goed kan zien. Maar deze vond ik eigenlijk het allerleukste. Want die zag ik in een andere lijst zitten. En het leek mij wel heel erg leuk om gewoon die poster te gebruiken. En deze gewoon neer te zetten. Ik denk daar zo op het kastje. Dat kan je nu niet zien. Maar ik denk dat ik dat gaasrek even weg ga halen. En tijdelijk deze even neer ga zetten. Want ik vind deze wel heel erg leuk. En ik heb ook chocolaatjes gekocht bij de Action. En dan had ik nog iets gekocht. Maar niet bij de Action. Want hiervoor ging ik eigenlijk. Een sport BH. Even kijken hoe ik dat het best kan laten zien. Het is deze. Hij is eigenlijk heel simpel zwart. Oh, er zitten pluisjes op. Hij is eigenlijk heel simpel zwart. Maar hij heeft wel van die hele leuke bandjes met Athletic erop, volgens mij. En ik vond deze wel heel erg cute. En ik wilde graag een sport BH voor dansen. En ik heb wel ook sport BH's. Maar deze leek me wel heel erg chill. Omdat deze ook best wel goede vulling heeft, zeg maar. En hij gaat, zeg maar, in zo'n kruis achter. Ik kan dat nu niet echt heel goed laten zien. Maar ik heb best wel wat topjes die zeg maar ook zo'n kruis op de achterkant hebben. En dan vind ik het ja eigenlijk niet zo mooi als je bandjes ziet. Dus ik wilde eigenlijk nog een keertje zo één die echt lekker zit. En ik dacht deze. Dus ik ga hem vanavond gewoon uitproberen, want ik heb vanavond dansen. Dus dat is wat ik heb gekocht en nu ga ik aan school werken. Het is vandaag donderdag en gisteren heb ik volgens mij niks gevlogd. En vandaag ook nog niks, maar ik had vandaag een college en ik ben inmiddels weer thuis. En ik bedacht me ineens dat ik laatst iets gekocht had wat ik nog graag een keertje ja, wilde proeven. Gewoon in mijn vlog, omdat ik dat leuk vond. Ik kwam dus laatst bij de Lidl en het is niet gesponsord trouwens. Maar ik kwam bij de Lidl en ik zag 3 hele aparte chips maken. En dat zijn pizza, hamburgersmaak en hoe spreek je dat uit? Dunner? Of dunner? I don't know hoe je het uitspreekt. Het leek mij dus wel heel erg leuk om die chips maken te gaan proeven. En dat ga ik nu dus doen. Dus ik heb er heel veel zin in. Ik denk dat ik ga beginnen met deze dunner of hoe je het ook uitspreekt. Ik eet dit eigenlijk nooit. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe het smaakt als chips. Ik heb het natuurlijk ooit wel eens op, maar het is best wel lang geleden eigenlijk. Ik ben benieuwd hoe deze chips gaat smaken. Ik kreeg de deksel er even niet af. Wow, hij ruikt echt heel sterk. Nou, ik ben heel benieuwd. Dit is echt best wel gekruid. Ik weet niet precies wat voor kruiden erin zitten. En ik vind het best wel een heftige smaak. Ik weet niet of ik het nou echt lekker vind. Ik vind het sowieso niet vies. Maar ik weet niet of ik het vaker zou kopen. Ik ben heel slecht in smaken omschrijven. Maar ja, ik weet eigenlijk ook niet hoe ik dit moet omschrijven. Ik weet ook niet of het echt zo smaakt als dunner. Nu ga ik hamburger proeven. Ik ben benieuwd of het dan moet smaken naar een broodje hamburger of alleen hamburger. Dit ruikt raar. Het ruikt niet naar hamburger. Nou, ik ga maar gewoon proeven. Oh, dit is heel raar. Het smaakt een beetje zuurig of zo. Oh, ik weet het niet wat ik hiervan vind. Ik proef niet echt hamburger hierin. Nou, een heel klein beetje. Maar dan moet je wel echt, ja, je moet echt weten dan dat het hamburger is. En dat je denkt, oh ja, ik proef het wel soort van. Ik denk dat als ik het niet zou weten, dat ik het dan echt niet zou proeven. Maar ik heb meer het idee dat deze chips smaakt naar augurken en mosterd of zo. Wat je dan op zo'n broodje hamburger doet. Maar ik vind dit ook niet echt vies of zo. Het is alleen, ja, net als die andere. Gewoon een hele aparte smaak. Ik denk dat ik deze wel lekkerder vind dan die vorige. De laatste is pizza smaak. En ik ben hier eigenlijk nog wel het meest benieuwd naar. Ik hou wel van pizza. Oh, dit ruikt heel saai. Het ruikt eigenlijk echt niet bijzonder. Maar we gaan het zien. Ik vind deze eigenlijk het meest teleurstellend. Misschien komt het omdat ik hele hoge verwachtingen ervan had of zo. Maar ik vind dit eigenlijk gewoon smaken naar
naturel Pringles met een beetje extra kruiden erop. Nou, ik ben niet heel erg enthousiast eigenlijk. Ja, ik had gewoon veel meer verwacht van deze smaken, maar het valt me toch een beetje tegen eigenlijk. Ik vind ze allemaal niet vies, maar ook niet dat ik denk van wow, ik zou dit echt nog een keer kopen. Of wow, wat een geweldige smaak. En ik proef het sowieso niet aan de chips. Als iemand me gewoon zo'n chipje zou geven, dan zou ik er echt niet aan proeven dat het deze smaken zijn eigenlijk. Maar ik vond het wel heel erg leuk om een keertje geprobeerd te hebben. En ik ga ze ook zeker niet weggooien. Ik ga ze wel gewoon opeten, maar niet alles nu in één keer. Maar ik vond het gewoon heel erg leuk om te proberen. En als je het ook wil proberen, ze zijn te koop bij de Lidl. Ik weet niet of ze nu nog steeds te koop zijn. Volgens mij wel. Zoals ik net al zei, dit is niet gesponsord. Dus dat wilde ik even doen in deze video. En nu ga ik maar weer aan school werken. Het is vandaag vrijdag en ik heb vandaag college, werkcollege en werkcollegebespreking. Dus ik ga zo richting de uni en dan zit ik daar tot 5. Ik heb echt geen zin in. Ik ben gisteren echt weer vergeten om de vlog af te sluiten. Sorry voor de herrie trouwens, maar ze zijn bij de buren aan het verbouwen dingen. Maar gisteren had ik nog iets heel leuks gekocht, namelijk deze lamp. En dit is met zo'n superleuke, nou ja, ik weet niet of je het kan zien, maar met zo'n gloeilamp erin. En ik vind dat echt super cute. In ieder geval ga ik hier bij deze vlog afsluiten. Dus als je het leuk vond, vergeet dan vooral niet een duimpje omhoog te doen. En vergeet vooral niet hieronder eventjes te abonneren. Zou ik heel erg leuk vinden. En hopelijk zie ik je dan weer in mijn volgende video. Doei!